Koppen gaan eruit bij de koploper. Nee, de orenkap ging eraf. En dat houdt in dat hij nog een stukje harder gaat. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 16-6. Elvis goes on light. Aan de buitenkant daarnaast Ivo VH. Ice Queen loopt een hele mooie zuinige koers aan de binnenkant. En zo gaan ze de laatste bocht in. Elvis goes on. Hij doet zijn naam alle eer aan. Daarachter Ivo VH. Dan Ice Queen. En ze zijn halverwege de Tjaarda bocht. En nu komt er ook Coutinho dichterbij. Coutinho komt van heel ver. Had een paar mispasjes vlak voor de start. Komt nu op plaats 4 met Sherry of Hearts, die een geweldige koers loopt op plek 5 op dit moment. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Elvis goes on. Daar heeft Minima ook een proppentouwtje gevonden. Nog een touwtje en hij gaat nog een keer versnellen. Ice Queen gaat er tussendoor. Ivo VH aan de buitenkant. Maar het is heel makkelijk. Elvis goes on die hier gaat winnen. Elvis goes on. Ice Queen heeft nog plek 2. En houdt ook plek 2. Ivo VH derde en Coutinho is vierde in 17-5 voor de winnaar. Kunnen we al gaan huldigen, Hans? Het is nog niet officieel. Dan wachten we even geduldig af. En nu is hij officieel, Rogier. Nou mag de winnaar. Elvis goes on. Dennis Minema. Dennis Minema staat hier naast me, de winnende pikeur van de Prix Ares Hogeschool. Zeg ik dat goed? Ja, ik heb het goed gezegd. Ja, Dennis, wat is je ongelooflijk trouw? Hij maakt een fout en hij denkt, waar ben ik nou mee bezig? Ja, hij maakt een foutje en hij probeert zichzelf eigenlijk gelijk te corrigeren. Dat ging bijna en toen klapte hij toch weer eruit. Toen moest ik even naar buiten. En toen klapte hij er weer voor. Nou, toen kon ik weer in parkeren en mijn eigen koers rijden. Is het een paard geweest met een geschiedenis? Zijn jullie lang bezig geweest om hem zo goed te krijgen? Nee, we hebben hem zelf eigenlijk nog niet heel lang op stal. Hij komt bij Erik Dragweg. Daar is hij ook volgens mij nog deels van. Ja, en zodoende is hij bij ons gekomen. Ja, hij is verbeterd spectaculair. Ja, zeker. En het is een heel fijn paard om te rijden. Hij wordt ook rustiger en makkelijker. Dus een goede toekomst tegemoet. Mooi, Dennis. Gefeliciteerd. Goed gereden. Sterke rit van Dennis Minema. Hij wint deze vijfde van vandaag. Nou jongens, ik zou zeggen, ga erbij. Dat moet lukken, want onze hoffotograaf heeft een lens. Die kan hij uitzoomen, zodat iedereen erop staat. Dat geeft natuurlijk wel een gezellig plaatje. Krijgt ongetwijfeld. Je gaat toch een stukje naar achter, hè? Zo goed is die lens nou ook weer niet. En deze foto krijgt ongetwijfeld een mooi plekje in de Hogeschool Dronten. Ik zou zeggen, jongens, woord zegt het voort. De komende weken, elke woensdag koers hier op het Victoria Park. En wat een prachtig plaatje. Anne heeft de voorplaat al, dat is besloten. Maar ook deze club krijgt ongetwijfeld een plek in het boekje. U kunt in de handen, dames en heren, voor geweldige winnaars van koers 5. Geef ze een applaus. Elvis goes on en Dennis Minema. Komt u aan, dames en heren, uw applaus voor Dennis Minema. Favoriet doet het rustig aan. Die gaat even bij de scholieren van de Ares Hogeschool langs en gaat dan naar binnen. En de leiding aan de buitenkant wordt genomen door Galaxy Freo. Die gaat daar net voor Elvis Goes On langs. Die had daar een paar mispasjes. Die moest even op de been gehouden worden. Minema was daar niet heel blij mee. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde ligt nu Ida Swageman. Zo gaan de paarden de bocht door.
Galaxy W-Light en daarachter Galaxy Freo, pardon, daarachter op plek 2 aan de buitenkant komt nu dichterbij Ice Queen. Ice Queen had een mooie start en die wil de leiding nu wel overnemen van Ice Zoete. Dat gaat hij ook doen. Ice Queen, daarachter Galaxy Freo, daarachter ligt de tweede favoriet Elvis Goes On. Die wordt gevolgd aan de relingzijde door Ida Swageman en aan de buitenkant daarnaast ligt Ivor VH. Opening 16-9. Daar komt Minima aan de buitenzijde. Niels Jongjans wil de leiding wel kwijt aan Elvis Goes On. En dat hoeft hij niet eens te denken, want het is al gebeurd. Gaat nu de leiding overnemen. Ook Ivor VH komt naar voren. Maar die kon wel eens een probleempje hebben, want die komt daar waarschijnlijk wat moeilijker langs. Uitgeschakeld, nummer 2, 2 galop. En James Trotatore zijn we kwijt in zijn eerste koers. En zo gaan de paarden de bocht door. Komen ze de rechte lijn voor de tribune in. Leiding in handen van Minima met Elvis Goes On. Aan de buitenkant Ivor VH, de favoriet. Die wil wat druk gaan zetten. Ice Queen ligt op plek 3. En daarachter op plaats 4 Galaxy Freo. Die gaat van de reling af. Daarachter ligt Ida Swageman. Buitenkant daarnaast komt naar voren een gigant van een outsider. Sherry of Hearts. En die wordt gevolgd door Coutinho. En achter Coutinho ligt nog maar één paard. Terwijl de deelnemers de laatste ronde ingaan. Tussentijd 18-8. En dat laatste paard is Ruud Polsen paard. Dat is Daisy Duchef. De voorste drie nemen wat afstand en dan leidt nog altijd Elvis Goes On. Ivor VH krijgt hem niet makkelijk aan de buitenkant. Aan de binnenkant Ice Queen die hem ietsje voorbij gaat. En het verschil wordt nu wel heel groot. Het is echt enorm. Op plek 4 ligt inmiddels Sherry of Hearts. Maar die kan nog niet echt inlopen op die voorste drie. Proppen gaan eruit bij de kop lopen. Nee, de orenkap ging eraf. En dat houdt in dat hij nog een stukje harder gaat. En zo gaan we op weg naar de laatste bocht. Tussentijd 16-6. Elvis Goes On leidt. Aan de buitenkant daarnaast Ivor VH. Ice Queen loopt een hele mooie zuinige koers aan de binnenkant. En zo gaan ze de laatste bocht in. Elvis Goes On. Hij doet zijn naam alle eer aan. Daarachter Ivor VH. Dan Ice Queen. En ze zijn halverwege de Tjarda bocht. En nu komt toch ook Coutinho dichterbij. Coutinho komt van heel ver, had een paar mispasjes vlak voor de start. Komt nu op plaats 4 met Sherry of Hearts die een geweldige koers loopt op plek 5 op dit moment. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Elvis Goes On, daar heeft Minima ook een proppentouwtje gevonden. Nog een touwtje en hij gaat nog een keer versnellen. Ice Queen gaat er tussendoor. Ivor VH aan de buitenkant. Maar het is heel makkelijk. Elvis Goes On die hier gaat winnen. Elvis Goes On, Ice Queen heeft nog plek 2. En houdt ook plek 2. Ivor VH derde en Coutinho is vierde in 17-5 voor de winnaar.